Bijna verstopt onder de Utrechtse baan hier achter mij ligt de 17e eeuwse buitenplaats Hofwijk in Voorburg. En wat bijna niemand weet is dat een van de beroemdste Nederlandse wetenschappers ooit, Christiaan Huygens, hier heel lang gewoond en gewerkt heeft. Goedemorgen. Hi, Robert. Robert van Vijf. Welkom op Hofwijk. Zo, waar zijn we nu? Dit is de pronkzaal van het museum. Nou, de naam zegt het eigenlijk al, de belangrijkste ruimte in het museum. Hier ontvingen zowel Constantijn als Christiaan Huygens hun gasten. Hier musiceerden ze, hier dineerden ze. Hier schreef Christiaan waarschijnlijk aan zijn beroemde wetenschappelijke werken. En hier maakte Constantijn vast ook zijn gedichten. Constantijn Huygens, vooral bekend als dichter. Maar hij was ook een muziekliefhebber. En als kunstkenner was hij ook de ontdekker van Rembrandt van Rijn uit Leiden. Daarnaast had hij als diplomaat aan het hof onder drie stadhouders veel invloed in de Gouden Eeuw. Hij liet zijn buitenhuis Hofwijk in 1641 bouwen om er tot rust te komen. Hij had 5 kinderen en zijn zoon Christiaan Huygens zou later als wetenschapper wereldberoemd worden. Constantijn Huygens was echt een man van zijn tijd. Hij was op jonge leeftijd naar het buitenland geweest, sprak dus ook zijn talen. En hij was ook nog eens een keer een muzikant. En dat dichten, dat deed hij er eigenlijk maar een beetje bij. Was dit nou in de Gouden Eeuw een bekende buitenplaats? Ja, dit was een bekende buitenplaats. Mensen kenden Constantijn Huygens en ook zijn buitenplaats Hofwijk. Bijvoorbeeld, hij correspondeerde met heel veel mensen, Constantijn Huygens, ja. Maar ook met Rubens. Maar die zei wel over Hofwijk dat hij het een beetje eenvoudig huis vond. En veel mensen vonden het ook wel bijzonder dat Constantijn zeg maar een heel klein huis liet bouwen en een hele grote tuin daarbij ontwierp. Ja, ja, maar een tuin zonder bloemen. Dus dat is ook een beetje saai. Ja, ja, het was echt een bomentuin inderdaad. Ja, maar dan wel met hele bijzondere doorkijkjes steeds weer op het huis. Zodat hij, als hij met zijn gasten hier door de tuin liep, dat hij steeds weer zicht had op dat prachtige kleine huisje. Ja. Ja. En zijn dit nou de originele kleuren ook uit die tijd? Ja, dit zijn weer de originele kleuren uit die tijd. Tot voor kort hadden die luiken een groene kleur, dat was niet origineel. Inmiddels dat okergeel is de kleur die Christiaan Huygens ook heeft geschilderd op een pentekening. Daar zie je die kleur ook terug. En wij wilden met de restauratie van de grisailles, die grijsschilderingen, en met die kleur van de luiken het huis weer terugbrengen zoals het hoorde in die tijd. Ja, ja, klopt. En de stijgers zijn net weg, hè? Ja, ja, gelukkig wel. Hè. Het levert betere plaatjes op dit, ja. Ja. De tuin van Hofwijk speelde een hele belangrijke rol in het leven van de familie Huygens. Vader Huygens schreef er zelfs een gedicht van 2800 versregels over. En bijzonder is ook het ontwerp van die tuin. Van bovenaf zag het eruit als een menselijk lichaam, met het huisje als hoofd daarvan. Door de aandacht van de Utrechtse baan en het station Voorburg zijn de benen nu wel geamputeerd. Het ziet er een beetje uit alsof het niet onderhouden wordt. Ja, dat zeggen mensen wel eens vaker, maar dat is dus echt niet zo. Nee, het is zo hoog dat gras, omdat wij een 17e eeuwse maaischema hanteren hier. Oké, en dat betekent nooit maaien eigenlijk? Nou, niet zo heel vaak maaien betekent dat, ja. En die bomen, dat zijn fruitbomen, uit die tijd ook? Ja, dat zijn, ze zijn natuurlijk wel herplant, want anders zagen ze er niet zo uit. Maar inderdaad zijn het fruitrassen uit die tijd, ja. Oude fruitrassen zoals kweeperen, kwetsen. Kwetsen? Ja, kwetsen. Zijn dat? Ja, goede vraag. Ja, Hofwijk ligt natuurlijk aan de Vliet, hier zo. Ja. Speelde dat nou nog een belangrijke rol, water? Want daar kwamen natuurlijk allerlei vaartuigen overheen, trekvaarten en zo. Ja, de Vliet was in die tijd, in de Gouden Eeuw, was dat echt een van de drukst bevaarde waterwegen. En inderdaad, Constantijn zat hier ook heel graag. Hè. Dat was zijn uitzit, zo noemde hij dat.
Hij, maar ook zijn zoon Christian, zaten hier graag. En dan hoorden ze natuurlijk al die mensen aankomen. En dan verstopte hij zich een beetje achter zo'n haagje. Ja. En dan luisterde hij wat de mensen over zijn Hofwijk te zeggen hadden. Of ze het mooi vonden. Of dat ze het juist een beetje overdreven vonden dat hij dat had gebouwd voor zichzelf. Dus daar was hij heel benieuwd naar de mening van de mensen. Dus die Vliet was belangrijk voor het vervoer. Maar ook was gewoon een manier om lekker even aan te zitten en te horen wat iedereen van jouw bouwsel vond. Dus dat was wel een beetje een ijdeltijd ook. Ja, Huygens was wel een ijdeltijd. Hij wilde graag pronken met wat hij had. Hij vond het leuk als mensen dat zagen. En hij was ook wel benieuwd naar de mening van mensen daarover. Ja. En zaten vader en zoon al vaak in die tuin, deze tuin? Ja. Ze kwamen heel vaak in de tuin en deden daar van alles. Met hun vrienden lopen, maar Christian deed waarschijnlijk op jonge leeftijd ook al allerlei proefjes in de tuin. Let op je hoofd in ieder geval. Oh ja. En mensen waren wat kleiner toen, hè? In de Gouden Eeuw waren ze wat kleiner. En ja, dit is dus echt de zolder van Christian. En hier kwam hij vaak en hier zat hij ook vaak te werken. Wellicht sleept hij hier ook zijn lenzen. Dat weten we allemaal dat niet is precies. Hem, hè? Maar ja, dat is hem. Dat is Christian Huygens. Hij zit aan tafel en dat heeft hij ongetwijfeld heel veel gedaan. Nadenken, werken. Af en toe neemt hij een slokje wijn erbij. Dat dronk men natuurlijk in die tijd. En vooral werken aan zijn talloze uitvindingen en ontdekkingen, die hij dus een deel ook hier op deze mooie zolder heeft gedaan. Historische zolder. Ja. Het is echt nog zoals in zijn tijd, alhoewel het een andere geschiedenis heeft gehad. Een tijdje was hier een kantoor ingehuisvest, maar sinds de vernieuwing van Hofwijk, het museum weer vernieuwd hebben, is dit inderdaad weer teruggebracht zoals het in Christiaans tijd hoogstwaarschijnlijk was. En ik vermoed zomaar dat dat telescopen zijn waar hij door heeft zitten turen hier zo. Ja, dat is inderdaad zo. Dit weten we niet zeker of dit de telescopen van Christian Huygens zelf zijn. Maar het zijn in ieder geval wel telescopen uit die tijd. En je ziet ook, dat vind ik zelf heel bijzonder, dat ze heel erg mooi versierd zijn. Dus het waren wel luxe objecten. En wat hierboven ligt is ook heel bijzonder. Dat is een door Christian zelf geslepen lensje. Christian deed natuurlijk allerlei waarnemingen. Hij keek naar boven en bekeek daar de planeten. Hij ontdekte natuurlijk ook de ring rondom Saturnus. Mm-hmm. Een van zijn belangrijkste ontdekkingen. En dat lensje, we weten dat dat van hem is, omdat aan de bovenkant, dat kun je misschien zien. Dat zie je in ieder geval op het plaatje daarnaast duidelijk. Ja, ik zie een jaartal ook. Ja. En zijn naam. Ja, 1656 heeft hij dit lensje gegraveerd zelf. En het is heel uniek dat we dat hier nu mogen laten zien. We hebben het in bruikleen van iemand. Het is natuurlijk fantastisch om dat aan de mensen te tonen op deze manier. Lijkt een heel kleinoot, maar het is een heel bijzonder object. En hoe bijzonder was dat voor die tijd om zo'n lensje te kunnen maken? Nou, er waren speciale slijpmachines voor en Christian had ook zijn eigen slijpmachine. Daar heeft hij ook een mooie tekening van het ontwerp daarvan. En dat was best heel bijzonder. Natuurlijk niet iedereen kon zijn eigen lenzen slijpen, maar dat is sowieso heel bijzonder aan Christian. Dat hij niet alleen heel veel dingen bedacht, maar ook de dingen zelf maakte. Dus hij maakte zijn eigen lensje waarmee hij daarna naar boven tuurde. Dus dat was wel bijzonder in die tijd, zeker. Kijk eens hoe leuk dat is. Ik zal het even laten zien. Dit is de werking daarvan, van de toverlantaarn. En hier heb je bijvoorbeeld een plaatje van zo'n lenzenslijpmachine. Ook een uitvinding van Christian. Dit is zijn buisloze kijker. Dit moet toen heel erg magisch geweest zijn, dat je plaatjes op de muur kan zien. Ja, dat is heel bijzonder. Want nu zou je kunnen zeggen, het is de voorloper van de beamer of het fototoestel. Maar voor toen was dat natuurlijk uniek, dat je met licht inderdaad beelden kon projecteren. En iedereen vond dat heel bijzonder. Ook bijvoorbeeld Constantijn, de vader van Christian. Die wilde het zelfs laten zien aan de Franse koning. Maar Christian die heeft dat een beetje gesaboteerd. Die wilde dat niet, want die was er eigenlijk minder trots op. Hij vond het niet zo wetenschappelijk. Terwijl het natuurlijk wel een heel bijzonder ding is. Maar wat was het nou voor man, die Christian Huygens?
Ja, dat was een hele bijzondere man. Het bijzondere aan hem vind ik gewoon de veelheid aan uitvindingen en ontdekkingen die hij heeft gedaan. Ja. Hij bedacht iets, hij zat in de koets en dacht, het gaat wel hobbelig. Hè? Er was toen nog geen vering voor de koets. Die heeft hij namelijk bedacht. En zo heeft hij allerlei uitvindingen en dingen bedacht. Dus hij was heel praktisch. Want wat hij bedacht, dat maakte hij ook zelf met zijn eigen handen. Dus het was ook nog een praktijkman. Maar vooral de veelheid aan zijn ontdekkingen en uitvindingen, dat vind ik heel bijzonder. En ik niet alleen. Bijvoorbeeld grote wetenschappers als Robert Dijkgraaf, die noemen ook altijd weer Christiaan Huygens als man die hen inspireert. En ook voor André Kuipers geldt dat. Three, two, one. And liftoff. Liftoff of the Soyuz 29 spacecraft that is taking Don Pettit, Oleg Kononenko, and Andrei Kuipers to the International Space Station. In de jaren 80 was er een serie gemaakt door de populaire wetenschapper Carl Sagan, een natuurkundige, astronoom. En die had een hele serie over de kosmos en een van de afleveringen ging over de Gouden Eeuw in Nederland en zeg maar de enorme wetenschappelijke ontdekkingen die in die tijd plaatsvonden. En dat ging over Hofwijk en dat ging over de familie en dat werd natuurlijk ook helemaal nagespeeld. Het ging over dat er een heleboel beroemde mensen daar samenkwamen en dat er op hoog niveau werd gesproken over alles. En ja, daar kwamen Constantijn en Christiaan kwamen daar naar voren. En dat heeft me altijd zeg maar gebiologeerd. Wat er daar gebeurde in Hofwijk met de wetenschap. Christiaan heeft iets ontdekt. En als jij nou even een testje doet, dan kunnen we even kijken of het klopt wat hij ontdekt heeft. Ja. Wat moet ik hiermee? Je moet de balletjes tegelijkertijd loslaten, maar de een iets hoger loslaten dan de ander. Okay. Dus wel tegelijkertijd, maar de een aan de bovenkant en de ander ergens middenin of zo. Kijk maar. Okay. Moet je even kijken wat er dan gebeurt. Dus dan gaan we zoiets? Dat is prima. Doe die andere nog maar wat hoger. Zo. En dan wel tegelijkertijd loslaten. Oké. Okay. 1, 2, 3. Ja, wat zie je dan eigenlijk? Ik zie dat ze gelijktijdig komen. Ja, en dat is inderdaad wat Christiaan ontdekt heeft. Dat door die kromming, dat corrigeert eigenlijk. En dat zorgt er in een klok ook voor dat die uitslag steeds hetzelfde is. En dat zorgt er dan weer voor dat alle klokken op een gegeven moment gelijk gingen lopen, zodat je wat makkelijker kon afspreken. Ik vind hem een hele belangrijke wetenschapper. En het wordt ook zo erkend hoor in de wetenschappelijke wereld. Is het de grootste wetenschapper van Nederland? Ik denk het wel dat Christiaan Huygens de grootste wetenschapper is. Ik heb jaren geleden ooit meegedaan aan het programma De Grootste Nederlander. Daar heb ik Antonie van Leeuwenhoek verdedigd, daar was er ambassadeur van. Maar eigenlijk dacht ik van, waarom staat Huygens niet in dit lijstje? Ik stel me zo voor dat hij hier dagenlang op dit zoldertje zat. Had hij ook nog een sociaal leven? Of? Nou, niet zo heel erg veel inderdaad. Hij is bijvoorbeeld nooit getrouwd geweest, Christiaan. Hij is alleen gestorven. Er waren wel wat affaires, zeg maar. Maar zijn familie was nogal kritisch en die keurde eigenlijk ook dames af. En dat is voor Christiaan achteraf misschien wel heel jammer. Aan de andere kant kun je ook zeggen, het is een geluk geweest dat hij alleen is gebleven. Want misschien heeft hij zich daardoor wel zo aan die wetenschap kunnen wijden. Hij had genoeg tijd in ieder geval. Hij had in ieder geval genoeg tijd, ja. Hoe had Christiaan het nou gevonden om op uw plekje daarboven naar de aarde te kijken? Ja, ik denk dat Christiaan Huygens
helemaal uit zijn bol was gegaan, om het zo te zeggen. Ja, dat is natuurlijk fantastisch als je in de wereld kan stappen die je zelf beschreven hebt. Dat is natuurlijk groot. Hij heeft natuurlijk een reis door het heelal zelf beschreven. Naar Saturnus toe, naar de maan. En natuurlijk de baanberekeningen die hij deed. En dat zou natuurlijk heel mooi zijn als je dat zelf had kunnen meemaken. Dus hij stelde zich wel voor dat dat kon, hè, dat mensen zich in het zonnestelsel konden bewegen. Als hij dat echt had kunnen uitvoeren, dat was natuurlijk groots geweest. Hoewel hij met een hoop dingen, zijn voorstelsvermogen misschien nog wel te boven zouden zijn gegaan. Hoewel, ik denk dat hij redelijk goed zou zijn geweest om te verklaren wat er allemaal ging gebeuren als hij de ruimte in ging. Nou, ondanks dat Hofwijk zo verborgen ligt onder de Utrechtse baan hier, heeft het voor mij in ieder geval geen geheimen meer. En ik vond het erg grappig om te zien dat zo'n heel klein zoldertje zo belangrijk is geweest voor de Nederlandse geschiedenis.